Het nationaal elftal van Suriname, Nacho, gaat met 17 profspelers naar de eerste WK-kwalificatiewedstrijd die gepland is voor 24 maart aanstaande. En vanmorgen hebben wij de eer om een van de 17 spelers te spreken in Mamantentaki. En dat is Kelvin Leerdam. Goedemorgen Kelvin en welkom bij ons in Mamantentaki. Is er een boom? Zeker. Hoe voelt het aan om in Su te zijn? Het voelt geweldig. Ik ben altijd blij om hier te zijn. Nu kan ik mijn familie niet bezoeken, maar ik ben gewoon thuis, dus zo voelt het. Dus zo is het. Zo is het gewoon. Ja man. Om de samenleving alvast kennis te laten maken met Kelvin Leerdam, gaan wij een beetje praten over uzelf en wie je bent. Misschien kunt u aangeven, wie is Kelvin Leerdam? Kelvin Leerdam is een jongen, geboren getogen in Suriname. Hier naar school gegaan, Sunny Point, nieuw weer. Het grootste gedeelte van mijn leven dat ik in Suriname woonde, heb ik op nieuw weer gewoond. Daarna ben ik naar Nederland gegaan. Mijn ouders woonden al daar. Ik ben een groot gedeelte van mijn leven ook daar opgegroeid. Ja. Ik ben gaan voetballen. Uiteindelijk heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Ik wilde natuurlijk profvoetballer worden. Zo gaat het een beetje. Dus Igoboroja. Juist. Igrokonja, Iguaskoroja. Dus Juna Kankang Suman. Kankang Sranamaya. Mooi tori. Om het te houden op voetbal wil ik toch van u weten. Hoe lang speel je al in de hoogste divisies? 14 jaar. 14 jaar. Ja. En voor welke clubs ben je uitgekomen? Feyenoord, Vitesse en Seattle. Oké, dus nu speel je in Amerika. Juist. Mooi tori. Wat betekent het persoonlijk voor u om uit te komen van Nacho? Het is een eer. Ik denk dat het misschien wel het hoogst haalbare is in het voetbal uitkomen voor je land. Wat ik zeg, we willen gewoon naar grote hoogte stijgen. Het gaat niet makkelijk worden, maar het is het begin. En uiteindelijk gaat het om Suriname. Ja. Als ik shine, shine Suriname en andersom precies hetzelfde. Dus het gaat daarom. Suriname is, daar gaat het om. Niet om mij. Of om andere jongens gaat het om Suriname en dat is wat we willen bereiken. Mooi tori. Dus je bent goed gemotiveerd. Altijd. Ja. Lokomang, we op een lijn ook toe. Kan de Japan vragen die een sterspeler ja. Dus een dadelijk is al oké, een nummer die bij in beeld. Dus als je ons een big up met Kelly, dan ik kan altijd bellen naar de studio. Dan is een big up met Taman. Maar Kelvin, yes. Hoe heb u zich mentaal, fysiek en technisch voorbereid op de wedstrijd van 24 maart? Ja, fysiek ben je altijd bezig. Altijd je train, je staat vroeg op, je gaat hardlopen, gymmen. Maar mentaal, ja, dat komt nog wel. Ik ben rustig van nature, ik laat me niet onder druk zetten door wie dan ook. Ja. We zijn mensen, we maken fouten, we hebben hoogtepunten en dieptepunten. Dus voor mij is dat, het hoort bij het leven en alles wat we doen. Ja, ja. En op het moment dat de scheidsfluit, ja, dan gaan we gewoon voetballen. Ja. Is wat ik doe sinds ik klein, sinds dat ik klein ben. Ik speelde op Nieuw Weer, ik speelde op Veritas School, ik speelde op Latour. Ook in Nederland natuurlijk. Ja. Dus wanneer we beginnen en die bal rolt, ja, dan spelen we om te winnen. En that's it. Oké, mooi tori. Welke positie heb je op het veld als je uitkomt voor Nacho? Dat weet ik niet, dat moet je aan de trainer vragen. Maar dat weet je nog niet? Nee, dat weet ik niet. Oké, maar kijk, maar bij mijn clubs heb ik of rechtsback gespeeld, of centraal, of linksback, of op het middenveld. Ik heb bijna alle posities gespeeld, behalve spits en keeper. Oké, dus Juna Bakateman. Bakateman, Midri Beraman, ik kan overal spelen. Oké, ik pas me makkelijk aan. Maar van de heer Gorry, weet u dat nog niet? Ik ga ervan uit dat vanuit de basis gewoon verdediging, maar ik ben een teamspeler en wat het team nodig heeft. Weet je, soms moet je aanpassen, soms speel je een andere tactiek. Ja. En dan kan het zijn dat je misschien op een andere positie terechtkomt dan dat je het meeste van je carrière gespeeld hebt. Okay, maar het draait om het team. Ja. Nacho komt uit tegen Cayman Island. Ja. Wat weet
u al van de tegenstander? Dat is een lastige vraag. Ik heb niet veel van Cayman Islands in. Ik kijk geen voetbal van Cayman. Ik kijk geen enkel spelen. Maar ik heb wel respect voor ze. Ja. Kijk, het wordt een wedstrijd die we natuurlijk in moeten gaan om te winnen, zoals iedere wedstrijd. Maar onom anders gaat dimmen, want het blijft voetbal. Er kan van alles gebeuren. Een gele kaart hier, rode kaart hier. Een scheidsrechter die een beetje invloed heeft op de wedstrijd. Maar we moeten het zelf doen. Ja. Dus onom anders gaat dimmen. Maar het enige wat voor ons telt is winst. En van we winnen in Spang, dan winnen we winnen. Oké. Hoe zou ik winnen? Juist. Ja. Laten we even praten over de periode toen jouw toelating tot Nacho werd afgewezen door de FIFA. Ja. Wat ging in je om? Ja, soms had je hoop. Soms zat je in een diep dal. Omdat je niet weet wat er zou gebeuren. Dan krijg je hoop van de FIFA. Het ziet er goed uit. Dan krijg je ineens een afwijzing. Maar uiteindelijk gaat het om het uiteindelijke doel. Daarom sta ik nu hier. Ja. Ik mag spelen. Ik wil mijn bijdrage leveren om het Surinaams voetbal naar een hoger niveau te brengen. En daarom ben ik hier. En ik ben gewoon blij dat uiteindelijk Apassi Belanga, ja. Maar we zijn er. Apassi Belanga, maar we zijn er. Ja. Maar had je verwacht dat je nog voor Nacho zou uitkomen? Ja, dat is wat ik altijd wilde. Dus anders kan je het gewoon opgeven. Ja, en hoe is het contact met de andere, de overige prof? Goed, goed. Iedereen is, hoe zeg je dat, excited om hier te komen. Niemand kan wachten. Kijk, we hebben lang moeten wachten. Hè. We hebben heel lang moeten wachten. En is het nog maar 6 dagen. Ja, en na 24 maart, dan moet het team ready zijn voor 27 maart. Ja. Dus een wees van attention toe. We zijn het gewend. Oké. Okay. We zijn het gewend. Ja. Dus je hebt jongens die in de hoogste divisie spelen. Nou, we spelen vaker om de 3 dagen. In Amerika moet ik soms 6 uur vliegen van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd. Dus. Chitori. Ja. Oké, Chitori. Maar nu spelen in Amerika. Voor welke club? Seattle, dat was mijn laatste club. Ik ben wel uit mijn contract. Ja. Dus er staat wat dingen te gebeuren. Dus het is even afwachten hoe of wat. Maar ik hoop snel met heugelijk nieuws te komen. Maar dat hou ik nog even voor mezelf. Oké. Okay. Je moet straks. Je moet je straks om 9 uur aanmelden, heb ik. Ja. Oké. Okay. Maar Kelvin is hier. En Kelvin ook toe. Je loopt in de camera. Uh-huh. Voor roep de Surinamers op. Dat je een nabakka nacho. Ja. Want nou een nationale zaak. Ja. Maar. Goedemorgen, Suriname, dames en heren. 24 maart is bijna zover. We hebben lang moeten wachten om überhaupt voetbal te mogen spelen in Suriname. Dus ik zou hierbij iedereen willen vragen die Suriname een warm hart toedraagt, want het gaat om Suriname. Om 24 maart allemaal af te stemmen op die wedstrijd. Uit volle borst, ook al ben je thuis in je woonkamer, zing het volkslied. Voel je een trotse Surinamer zoals ik me voel. En laten we Suriname naar hogere hoogte brengen, want daar gaat het om. Het gaat niet om mij, het gaat om de generaties die na ons komen. Dus als je van Suriname houdt, steun ons en laat je hart spreken. Dankjewel. Laat je hart spreken. Unama hoor, Kelvin Tumsi Langadja, want ik juro aan melte aan. En ik kwam prof, dan tijd is heel belangrijk. Yes. Dus we gaan u bedanken. En we wensen u succes. Dank je wel. En breng het succes over vanuit Mama Tintaki naar de groep. Ja. En we kijken uit dat 24 maart. Een mooie dag wordt. Met Nakdewis Wantineur. Kijk, ik heb respect voor mijn tegenstander. Ik weet hoe moeilijk het is als voetballer. Dus ik ga geen uitslagen roepen. Maar wat ik zeg, het maakt niet uit 1-0, 10-0, 3 punten. Dat is wat je ervoor krijgt. Ja. Wie noemen we niet? Zoals ik net al zei, we moeten winnen. Ga je in nummer 7 spelen? Moet je aan Dien vragen, maar nummer 7 is niet mijn nummer. Okay. Dat kan ik je wel zeggen. Maar wil je wel even verklappen? Ik laat het over aan Dien. Omdat okay. Hij gaat een heel proces aan vooraf, dus ik laat het over aan de trainer. Oké, okay. Daarvoor hebben we ook respect. Zeker. Succes nogmaals. Dank je wel. Ja? Ik heb begrepen dat de gemeenschap de wedstrijd niet levendig mag volgen. Dus niemand mag in het stadion zijn. Maar STVS naar ATV Osorgo dat
Wie speelt die? Ik kan volle gaan play naar Osso.